De Chrismane Straight Strung Grand Piano wordt volledig handgemaakt in de Chrismane Factory in Ruiselede. Van boom tot vleugel in 5 minuten. Dat gaat zo. Het frame komt in ruwe versie toe in ons atelier. Gietijzer, op maat gemaakt, geboord en gekoeld. Een vleugel bouwen begint natuurlijk met een voorraad kwaliteitshout. Zo'n 300 kilo per instrument. Het wordt aangeleverd als bolhout. Complete boomstammen in grove plakken, die we in ons atelier verzagen in verschillende formaten. En vervolgens weer aan elkaar lijmen en persen tot panelen. Belangrijk voorbereidend werk. Traditie en innovatie ontmoeten elkaar aan de computer. Het frame, de rim en het klankbord moeten straks perfect op elkaar aansluiten. Met computer-aided design technieken kunnen we alles nauwgezet uittekenen. En daarna heel precies uitvoeren. De rim, de buitenboord van de piano, bestaat uit dunne lagen hout. Die verlijmen we, buigen we in de juiste vorm en schroeven we stevig vast, zodat de rim in zijn geheel kan uitharden en drogen. De vleugel krijgt vorm. Het ruwe frame wordt ingelegd en nauwkeurig gepositioneerd, waar nodig even bijgeslepen en opgeschuurd. De stembalk bestaat uit 6 lagen van 3 verschillende houtsoorten. Straks worden hier de stempinnen ingeklopt, met daaraan de snaren. Zo'n stembalk moet dus stevig zijn, spankracht hebben, maar tegelijkertijd ook optimaal kunnen vibreren. De kam wordt gefreesd en daarna met de hand geschuurd en afgerond. Die lijmen we op de zangbodem. In die zangbodem zit de ziel van dit instrument. Zelfs de richting van de nerven in het zangbodemhout draagt bij aan de unieke klank van de Chrismane Straight Strung Grand Piano. Het frame nemen we nog een laatste keer onder handen voor het de spuitcabine in verdwijnt. Daar krijgt dit grijs zijn diep gouden tint. De kam wordt heel precies volgens plan geprikt en voorgeboord. Daarna slaan we de kamstiften op hun plaats. Hier lopen straks de snaren langs. Zo'n vleugel weegt al gauw 500 kilo. Daar kan maar beter een stevig stel poten onder staan. 3 stuks van massief beukenhout. En dan zijn we toe aan de verpakking. De verschillende onderdelen van de klaviertafel worden in elkaar gezet. Het pianodeksel wordt gelijmd en geperst. Nu nog donkerbruin sipohout, maar straks, net zoals de rest van de vleugel, glanzend zwart. Het pedaalstuk komt onderaan tussen de poten terecht. Nu de binnenkant nog, de mechaniek. Het klavierrek wordt gesoldeerd. Daarop schroeven we de hamerstelen vast. In de hamerpunten, met hun witte vilte koppen, boren we een gaatje. En dan past alles precies in elkaar. Het klavier wordt geassembleerd met toetsen van een stevig en slijtvast composietmateriaal. Die schuiven we straks bovenop de groene viltjes in de klaviertafel. Zonder snaren, geen klank. Bijna 200 meter besnaring wordt minutieus geplaatst en rond de stempinnen gedraaid. Elke toets krijgt ook een demper, die verbonden wordt met de pedalen. Stuk voor stuk moeten die mechaniekjes soepel en accuraat bewegen, om de snaren meteen te kunnen dempen. Een belangrijk kwaliteitskenmerk voor een topconcertvleugel. De hamerkoppen worden geprikt. Het vilt geknipt, geveild en bijgeschoren. Om een stevige klank te kunnen produceren, worden de hamers een beetje gepunt. En ook elke demper wordt stuk voor stuk op maat afgewerkt. En dan, na maanden vakwerk, wordt de vleugel definitief gestemd. En is hij klaar voor de concertzaal.
de Chris Manes Straight Strung Grand Piano.